Ik ben Maarten en vanaf vandaag is mijn doel om een 90 plus rated speler te worden in FIFA. We beginnen bij Wolfsburg in de Duitse competitie en hopen uiteindelijk een van de beste spelers ter wereld te worden bij pakweg Real Madrid, FC Barcelona, maakt niet uit, maar ik neem jullie mee op dit avontuur. Veel kijkplezier! Wolfsburg legt nieuwe speler vast en dat ben ik, Maarten. Onze eerste stappen in de profwereld van een voetballer. Hoe geweldig is dit? Ik voel me vereerd. Geweldig, top, fantastisch. Ik zeg veel woorden nu. Misschien moet ik beter zwijgen. We beginnen als een 75 rated speler, wat dus betekent dat we nog 15 ratings omhoog moeten gaan voor we eigenlijk ons doel van deze serie bereiken. Ik vind eigenlijk op zich het nog meevallen. Ik dacht, we beginnen als een 69 rated speler of zo, maar het valt mee. We beginnen 75. Oké, allemaal goed en wel. Dus, we kunnen eraan beginnen. Ik heb zo net gekeken en onze eerste wedstrijd van dit seizoen is tegen Bayern München. Wordt een moeilijke wedstrijd, want het is al meteen een uitwedstrijd. Waarschijnlijk wel de moeilijkste wedstrijd van heel het seizoen. Maar, ik zou Maarten niet zijn als ik er niet voor ging. Let's go. We doen het gewoon, we proberen het gewoon. We gaan ze daar in Bayern München tonen wat we kunnen. Of omgekeerd. We zien het wel. Ontzettend jammer, er is iets misgegaan tijdens het opnemen van de wedstrijd, waardoor ik alles pas heb sinds dit deel. En dat is echt letterlijk het einde. Dit gaat niet meer gebeuren. Ik moet me excuseren dat dit zelfs is gebeurd. Maar het belangrijkste van allemaal is dat we onze eerste wedstrijd, een hele moeilijke wedstrijd, met 1-2 hebben gewonnen. Ik moest eigenlijk de hele tijd verdedigen en af en toe vond ik een gaatje, liep ik naar het doel en kon ik scoren 2 goals van Maarten. Waardoor we enkele plusjes krijgen voor verschillende dingen. Ook omdat we voor de eerste keer man van de match zijn. Geweldig, want zo komen we weer een stap dichter bij onze 90 plus. Althans, dat hoop ik toch. Elke plus, die helpt. Laten we het zo opvatten. Ik zat nog even te kijken in het selectieverslag waarop precies er nog plusjes zijn gekomen en zo. En het gaat best lekker, moet ik zeggen. We gaan naar onze volgende wedstrijd, die is tegen Frankfurt. En deze keer geen problemen met het beeldmateriaal, gelukkig maar. En gaan we gewoon proberen ook die wedstrijd te winnen. Als we tegen Bayern München kunnen winnen, moet dat tegen hen ook. Dat is mijn principe. Althans, dat hopen we toch. Hier zie je eigenlijk de aftrap en we proberen al meteen naar de tegenstanders goal te rushen. Echt zo van zoef, 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 pas hier, pas daar, zoef. Maar dat ging niet helemaal volgens plan. Jammer genoeg, we konden het proberen. Nog altijd 0-0, geen vroege goal. Helaas. En hier is Maarten dan aan de bal na een geweldig mooie pas. Recht voor de 1-0. Geniet ervan mensen. Wat een lekkere goal. Bye.
Maar deze keer geen gelul, geen grapjes, geen gelul. Dit is de 1-0, dames en heren. En hier krijg ik heel random de eerste gele kaart van het seizoen. En dan zit voor je het weet die eerste helft er zomaar op, ga je naar de tweede helft en hoop je die voorsprong te behouden. Of misschien zelfs te verhogen, uit te breiden, of hoe je dat ook zegt. Maar aan één goal heeft Wolfsburg niet genoeg. Nee, ze gaan voor de 2-0 na een pas van Maarten op de Bruyne en die dan weer op Caligiuri, die hem mooi afmaakt en erin schiet. Maarten heeft een goede wedstrijd gespeeld, geen goals, wel een rebound van hem die er is ingegaan via Schürrle en een belangrijke pas op Kevin De Bruyne waardoor een 2-0 werd gevormd. Maar jammer genoeg wordt Maarten gewisseld voor Bas Dost. Bas, Bas, we brauchen Bas.